De SGP heeft vragen gesteld aan de gemeente Altena met betrekking op de Joodse begraafplaats in Werkendam. SGP-raadslid Arjen Versluis trof onlangs een in matig tot vervallen staat verkerende begraafplaats aan. De Joodse begraafplaats met 18 grafmonumenten is gelegen tussen de Spoorlaan en de Kooi in Werkendam. Deze begraafplaats heeft niet alleen cultureel-historische waarde, maar is ook een rijksmonument. De begraafplaats is eigendom van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Niet deze organisatie, maar de gemeente Altena is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de begraafplaats. Raadslid Versluis wil van het college weten of de gemeente Altena op de hoogte is van haar beheers- en onderhoudsverplichting voor deze begraafplaats. Wanneer het kapotte hekwerk gerepareerd wordt en om zichtbaar te maken dat de Joodse begraafplaats een rijksmonument is.